Hallo allemaal en welkom weer bij een nieuwe vlog. Ja, ik ben een beetje koud, sorry, mijn neus straks. Nee, een nieuwe vlog over eigenlijk de straatdieren, wat mensen eigenlijk van hun doen. Ja, precies. En ik vind zelf dat ze in Turkije superveel doen voor de straathonden en straatkatten natuurlijk. Ja, ze proberen het wel, want het is natuurlijk een probleem hier, maar er is weinig aan te doen voor de rest. Dus. Ja, en nu laten we zien wat mijn moeder heeft gedaan vorig jaar voor onze straathond Pasha. Ze heeft een heel mooi huisje gekocht voor hem. Ja. En dan ligt hij lekker warm, het is super koud en dat laten we jullie eventjes zien. Nou, dit is de mooie villa van Pasha. Is hij thuis? Pasha? Pasha? Oh, hij is thuis. Oh. Hey, schat. Hi. Oh, lekkere dekens ook. Heerlijk. He? Lekker warm. Nou, we zijn nu ietsje verder gelopen. En hier hebben ze dus buren naast elkaar, zeg maar. Is dat zo? Oh, dit is gewoon net een vuilnisbelt. Oh, ze liggen er wel. Lief, hè? Hoi. Hoi, kom maar. Hoi, schat. Ach, lieverd. Hey. Hoi, scheet. Ligt er daar ook een, denk ik. Oh, okay. Hallo. Ja, even voor de duidelijkheid. Dit is dus echt eigenlijk een hondenhuisje. Zoals je ziet. Die helemaal bedekt is met dit, want het heeft natuurlijk gesneeuwd. Het ziet er niet uit, maar ze hebben het wel warmer. Oh, hier nog een hondenhuisje achteren. Kijk. Ze voelen zich wel beschermd hier, dat sowieso. Nice. Of je legt bijvoorbeeld iets kartons neer voor de hondjes. Dan hebben ze in ieder geval een beetje een warme ondergrond. Hè, schatje? Beetje warm, hè, onder. Ik zelf ben nu hier in Etchler en het is echt vandaag heel erg koud. Het is zo'n -2, denk ik. Ik ga even hier rondlopen om te kijken wat de mensen hier betekenen voor de straatdieren. Wat ze allemaal doen en zo. Zo, ik ben nou weer een heel stuk doorgelopen. Hier achter me zag ik een plekje, dus ik ging even vragen wat is dat precies, wat hebben jullie daar? Dat blijkt dus dat ze daar echt allemaal van alle gebouwen het voer verzamelen voor de straatdieren. Leggen ze daar neer en dan s'avonds zijn er altijd 2-3 personen die dus de straten rondlopen en voer voor hun achterlaten voor de straatdieren. Echt geweldig. Ik weet niet of je het goed kan zien, maar daar dus. Dus voor de katten en de honden voer en drinken. Je ziet ook wel de flessen water staan. Geweldig. En hier bij de gratis winkel, lekker warm, heerlijk. Van mijn moeder. Dan gaat ze al die bakjes klaarmaken en dan gaat ze dat vullen met hondenvoer en dan brengt ze het iedere avond naar de straathonden toe en dan zijn ze hartstikke blij dat ze mijn moeder zien. We hopen dat ze er nu zijn, want normaliter doet ze altijd s'avonds rond de uur of 12 voordat ze naar bed gaat. Maar we laten alleen even zien vanwege daglicht hoe ze dat nou precies doet iedere dag. Mijn moeder die heeft ook eigenlijk de eigen straat, mijn Pasha, die we al eerder lieten zien aan jullie. Ja, en die krijgt merk, ben ik hier. En ik krijg ook toch een toetje erbovenop. Ja. Ja, ook nog een toetje erbij. Lullig voor die anderen, nee. Ja, maar jij kan moeilijk iedere stap. Ja, dat is waar. Ze krijgt wel eten, maar ja. Het is Pasha de koning, hè? Ja, kijk. Peterselletje erbovenop. Wauw. Hoi, schat. Pasha. Ja, ga eens eten, Len. Hallo. Nou, we zijn aan het einde gekomen van de video. Als jullie nou hier op vakantie komen in Turkije, dan zou het zo leuk zijn als jullie eventjes wat hondenvoer of kattenvoer gaan halen bij de supermarkt of minimarkt. En dan kunnen jullie misschien op ieder hoekje van de straat wel wat neerleggen voor ze. Ja, precies. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Want ja, alleen kunnen ze het niet natuurlijk. En ze hebben de hulp van ons mensen nodig. Ja, dus, vind ik wel. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En vergeet natuurlijk ook niet te delen.